Steenbekleding, Rivierenland. Webinar Dijkveroudering. Rivierenland heeft ongeveer een goede 1000 kilometer waterkering. 500 primair, 500 regionale keringen. En van die 500 kilometer primair, daar schat ik in dat is ongeveer 25% harde bekleding. En dan is dus niet alleen basalt, maar ook basalton. We hebben nog wat betonplaten en dergelijke. Dus ongeveer 25% dat betekent 100 kilometer harde bekleding. Dan ben ik dus ook wel heel benieuwd wat voor trends we inderdaad kunnen ontdekken als je data gaat gebruiken en gaat analyseren, verouderingsprocessen in het hoofd houdt. Wat kunnen we daar dan mee voor ons beheer en onderhoud? Wat ik zie is veroudering, dat is wat er hier gebeurt. En als ik een baak zou nemen, dan zie ik hier een kopje zitten, hier zie ik een delletje zitten. En dat is het verouderingsproces. He, dat je ziet dat die steenglooiing begint te vervormen. Goedemiddag allemaal. Ik ben Peter Bonen, ik ben grasregisseur voor STOA. En vandaag sta ik eens een keer niet op een mooie zachte groene grasbekleding, maar staan wij op een keiharde steenbekleding aan de Waal bij Tiel. En ik sta hier niet alleen, ik sta hier met Wim Cornelissen. Wim, we gaan een stukje voorbeeld laten zien van dijkveroudering. Nou, dijkveroudering, als ik hem zo even voorsorteer, zou ik zeggen in de tijd wordt iets minder van kwaliteit. Maar dat gaan we ontdekken. Wim, als we hier kijken, steenbekleding, wat zie jij hier? En hoe is de kwaliteit van deze bekleding? Ja, hoe is de kwaliteit van deze bekleding? We staan hier bij een basaltglooiing, een wat oudere basaltglooiing zullen we zeggen. Deze is in de jaren 90, de laatste dijkverbetering is er opnieuw gelegd zoals je kunt zien. Wat zien wij hier bij die oudere basaltglooiingen? Daar zie je toch wel wat dingen optreden en zeker hier tegen de stad Tulam. Daar heb je natuurlijk met een heel aantal dingen te maken. Mensen die gewoon dingen doen, hè? Die stenen eruit halen. Als we iets daarin kijken, Peter, dan zie je heel duidelijk daar een steen eruit. En ik weet zeker dat dat niet gebeurd is na alleen het laatste hoge water. Dat is gewoon dat mensen dat doen. Hè, de mensen gaan vissen hier zo. Ze hebben een krukje nodig, ze halen steen eruit en ze gaan erop zitten vissen. Dat soort dingen gebeuren hier. Die druk zit vanuit de stad, zullen we zeggen. Wat je nog meer ziet bij die oudere glooiingen is dat de opvulling van het split. Je ziet hier behoorlijke gaten ontstaan. Kijk, als ik hier met mijn prikstok naar beneden ga, dan heb ik hier toch al, kijk, 30 centimeter. Ja. Hey, wat je hier ziet, dat is het drijfval van de laatste keer. In december hebben we een heel klein hoogwatertje gehad, iets van 12 meter loobit. Je ziet hoe dat vuil zich hier verzamelt. Ja, vorig jaar hadden we natuurlijk een hoogwater wat hoger was. En je ziet ook hier komt het water vaker. Hè? Laatste, 2011 hadden we 15-25. Dan zit je ongeveer op deze stand. Je ziet in ieder geval waar het water vaker staat, dat je daar heel weinig splitopvulling hebt. Hierboven, waar het water maar één keer in de, 95 misschien de laatste keer geweest is, daar zie je dat de split nog behoorlijk vol is. En zo zie je dat dus bij ieder hoogwater wordt er uiteindelijk van je opvulling meegenomen. Als bijvoorbeeld een glooiing begint te kammen, dan zul je zien dat dat proces zijn eigen begint te versnellen. Ja. Zeker als je een paar keer een stevige belasting krijgt. Hoogwater met windkracht achter erbij, laat maar even zeggen. Dan zul je gewoon zien dat dat eerder onderuit gaat. Ja. Dus als het proces één keer in gang is gezet, dan versnelt het zich. Nou, dit is wat mij betreft een heel mooi voorbeeld van dijkveroudering. Jullie hoorden, Rivierenland heeft heel veel kilometers harde bekledingen. Er wordt regelmatig geïnspecteerd, er wordt behoorlijk wat data verzameld. Dus ik ben heel erg benieuwd wat deze data ons kan helpen in ons beheer en onderhoud. En ook wat jullie daarvan vinden. Je ziet dat wij op een kort stukje best wel heel veel dingetjes gevonden hebben. Die staan niet hier op de inspectiekaart. Ik heb de mensen ook de opdracht gegeven. Denk erom, kijk met die bril dat volgend jaar de dijk verbeterd wordt hierzo. Ja. Dus ze hebben op die bril geïnspecteerd. Dus alleen de echte noodzakelijke dingen, die wilde ik hebben. En de rest hoef ik niet, omdat we het toch wel gaan doen. Maar heb je dus eigenlijk een aangepaste inspectiestrategie? Ja. Gebaseerd op het feit dat je bijna aan een verbetering toe bent. Ja, en aangezien wij heel veel verbetering hebben. Ja. Momenteel, vanaf Gorinchem hier langs de Waaldijk tot Nijmegen, hebben wij dus hier even een aparte inspectie.